Hey, Elbert wordt straks de tweede van drie draverijen van dit seizoen gehouden. De eerste start op de baan, op de sportlaan in Emmeloord is straks om 5 uur. Orke. En Misha Brouwer uit Band begon vroeg met deze tak van paardensport en is nu op 19-jarige leeftijd heel erg goed. Hij werd vorige maand zelfs Europees kampioen bij de leerlingpikeurs. Ja, en die Misha Brouwer die wil eigenlijk nu gewoon echt wel de volgende stap gaan zetten. Ik zocht hem op bij de paardenstallen van zijn werkgever Crebas in Band. Ja, en Brouwer is natuurlijk heel trots dat hij Europees kampioen is geworden. Ja, zeker weten. Dit was een doel en die heb ik behaald. Waarom was dit een doel van je? Ja, mijn broer die heb ik 2 jaar geleden gehaald en ik was er toen bij. En ik vond het zo mooi en ik was al Nederlands kampioen dan. En dan ja, die heb ik natuurlijk nooit genoeg. Dus toen had ik deze doel gesteld en daar ben ik voor gegaan en het is gelukt. Ja, wat heb je ervoor moeten doen? Tenminste tijdens het werk er hard voor werken om mijn ritten te kunnen krijgen. Altijd mijn best doen. Goede koersen rijden natuurlijk. Wil je andere paarden ook rijden. Want je moet het niet alleen van je eigen stal, maar ook zoveel mogelijk van buitenstaanders. En daar heb ik mijn best voor gedaan. En ik heb een hoop kansen gekregen. En ik heb ze de meeste heb gepakt. En zo is het me gelukt. Ja, je werkt hier bij de stallen van Bas Crebas. Wat heb je aan hem? Ja, heel veel. Ik zou zonder Bas eigenlijk niet zo ver zijn gekomen. Want die heb ik toch goede paarden kunnen rijden waarmee ik me heb kunnen bewijzen en me laten zien in de koersen. Ja, en zulke paarden heb je toch nodig en zo'n baas heb je ook nodig. Ja. Hij geeft je dus vertrouwen, hij heeft vertrouwen in je. Wat doet dat met jou? Ja, dat geeft mij natuurlijk ook weer vertrouwen. Ik doe er hard mijn best voor en dat wordt gewaardeerd en dat wordt beloond. Ja. Hoe ben jij in deze sport terechtgekomen eigenlijk? Wie ben jij? Leg eens uit. Wie is Misha Brouwer? Ik ben als een klein mannetje, daar zat ik altijd op mijn schoot van mijn opa. En mijn broer liep altijd omheen en die deed ook altijd mee. En toen werd er uiteindelijk, toen we iets ouder waren, volgens mij toen ik rond de 8 was, toen werd er een pony voor me gekocht. Toen ging ik pony trainen samen met mijn opa en mijn vader. Ja, en zo zijn we eigenlijk steeds doorgegroeid en toen hadden we eerst een kleine ponytje, toen werd het een iets groter ponytje. Toen gingen we met mijn vader naar Zweden, daar zijn de goede ponies. Daar is het echt goed, hè? Daar is het echt goed, ja. Ja, en toen, je krijgt ook steeds beter en je wil steeds beter worden en je leert er zoveel van. En op een gegeven moment ging je natuurlijk de grote dravers trainen, omdat je al wat beter kon rijden en ze kregen vertrouwen in je. Ja, en op een gegeven moment ga je een paar keer een groot paard snel werken en zo bouw je het langzaam op. En ik heb alles te danken aan mijn opa en mijn vader. Ja. Je bent dus in die paardensport gegroeid, gerold, zeg maar. Maar dan kun je natuurlijk in die paardensport alle kanten op. Maar jij zoekt de dravers op. Waarom heb je daarvoor gekozen? Dat was natuurlijk ook een beetje mijn broer als voorbeeld. Ik zat nog op school en hij ook. En hij had leerplichtontheffing gevraagd. En ik zat allemaal een beetje te kijken hoe hij dat deed. En ik wist nog niet zeker of ik de paarden in zou gaan. Omdat ik krijg altijd slecht nieuws van, je kan beter niet ingaan. Er zit weinig toekomst in Nederland dan. Waar je hart ligt, dat ga je uiteindelijk volgen. Zo had mijn broer het gedaan. Ja, en uiteindelijk dacht ik ook, dat is ook waar ik wil. En school, dat beviel niet helemaal. Toen vroeg Bas of ik hier wou komen werken. Ja. Ja, zo ben ik erin gerold. Nu bij Bas Crebas dus in Band, een grote stal. Maar wat kan jij verder nog? Je noemde Zweden al bijvoorbeeld. Is dat misschien een keer een doel ook voor je? Mijn doel is eerder Frankrijk. Daar is toch, Zweden is ook heel groot en heel populair. Maar Frankrijk zou me iets meer trekken. Daar is het grote geld. Ja, en dat trekt mij. Ja. Ja, maar denk je dat je daar gaat komen? Of zeg je van dat Bas die houdt me tegen, die wil me graag hier houden? Nee, Bas, ik weet zeker dat Bas me graag hier wil houden. Maar hij heeft zelf ook gezegd, je moet doorleren. Hij zei, dan kan je altijd weer terugkomen. Ja. En wat is doorleren voor jou? Wat moet je nog bijleren? Nou ja, elke trainer heeft natuurlijk weer zijn eigen visie. En van elke visie kan je weer wat leren. Zo ik ook. En in Frankrijk hebben ze weer een hele andere tactiek van trainen en manier van omgang. Ja, en ook daar weer kan je weer wat anders van leren. Ja, leg het verschil dan eens uit wat je hier bij Bas Crebas leert en wat je eventueel in Frankrijk kan bijleren. Wat is het verschil? Dat is een goede vraag. Ik denk in Frankrijk dat het, daar werk je eigenlijk bijna 7 dagen per week. En daar heb je gewoon een ander soort paard, echt Franse dravers. En dan heb je toch echt, het is weer een hele andere manier van trainen. Ja, ik weet nog niet precies hoe dat gaat, ik ben er nog nooit geweest. Ik heb wel vaak gekeken en gedaan, maar ja, ik weet hier hoe het gaat en ik zou graag daar ook willen zien hoe het eraan toe gaat. En weer wat nieuws leren. Ja. Crebas, leg je nogal wat druk op, geeft je echt de mogelijkheid om verder te groeien. Kan dat voor jou ook onzekerheid met zich meebrengen? Je moet het allemaal maar waarmaken. Nee, ik vind het wel fijn om een beetje onder druk te presteren. Dan weet je tenminste dat je een goed paard hebt en dat je een goede kans krijgt.
Wat zijn je kansen? Waar zie jij je echt over 10 jaar? Dus in Frankrijk en niet meer bij Bas? Dat is misschien nu moeilijk te zeggen, hè? Want hij geeft je nu al de kans. Ja, precies. Ik was al niet van plan om zo lang hier te blijven. Maar het gaat allemaal zo goed en zo vlekkeloos. En ik krijg steeds meer draai. Ik ben ondertussen eerste rij kunnen worden. En ik mag dan steeds meer in Frankrijk gaan rijden. En ook om zo in Frankrijk te kunnen rijden, leer je ook weer. Dus nou kan ik me een beetje in Frankrijk laten zien. En misschien dat een vervolg kan geven in de toekomst. Ja. Is het echt, waar je nu mee bezig bent, een droom die aan het uitkomen is? Ja. Ja, en je sprak net met Misha Band. Misha Brouwer uit Band. Ja. En hij begon vroeg met die tak van paardensport. Maar je sprak ook met zijn leermeester. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk Bas Krebas, hè, uit Band. Kijk, manneke is nog maar 19 jaar, werkt hij bijna 2 jaar en nu al Europees kampioen bij de leerlingpikeurs. Dat is natuurlijk uniek. Kijk, het zit er bij hem helemaal in van jongs af aan. Zijn moeder heeft vroeger in de koers, zijn vader rijdt nog steeds voor mij in de koers als amateur rijden. Dus hij wil altijd al pikeur worden. En ik heb hem al, ik denk hij was 15, 16 jaar. Vroeger al wil je niet voor me werken, want zijn broer heeft ook bij mij gewerkt. En die heeft ook heel goed gedaan. Is zelfs ook nog Europees kampioen geweest bij de leerlingen. En nou, Misha, ja, fantastisch, 19 jaar oud en nu al Europees kampioen met de leerlingen. Hij is eigenlijk mijn eerste man nu ook in Nederland bij de pikeurs, want ik had eerst iemand anders te rijden, maar die had steeds minder tijd. Dus hij rijdt nu ook heel veel paarden voor mij in de open koers en hij staat nu bij de beroepspikeurs zelfs tweede in Nederland, wat ook uniek is. Ja, wanneer dacht jij, of eigenlijk direct al van, hey, dit gaat echt wat worden? Nou, je kan wel merken aan zijn gedrevenheid en zijn felheid om te willen winnen. En dat gaat het eigenlijk om. Hè? Je moet willen winnen. Je moet tot het uiterste gaan op een nette manier natuurlijk om je paard snelheid in te brengen en te willen winnen. Dat heeft hij helemaal. Ja, want het is een combinatie natuurlijk. Hè? Het paard moet ook meewerken. Ja, zeker. Het paard moet goed zijn. Met een slecht paard gaat niemand winnen. Maar hij kan een goed paard, kan hij enorm goed naar huis brengen. En hij mag van ons heel offensief rijden. En dat doet hij ook. We zeggen, Misha, we worden een keer liever geklopt dat je te offensief rijdt. Dat je maar blijft zitten en je wordt dan geklopt. Hij geeft echt het paard een kans om te winnen. Dat is super. Ja, hoe begeleid jij hem inderdaad? Nou, kijk, als ik tevreden ben, zeg ik het. Als ik niet tevreden ben, zeg ik het ook. En dat vindt hij natuurlijk niet altijd leuk. Maar dan bekijken we wel eens koers en we hebben het erover. En dan later komen we er altijd samen uit dat we het wel eens zijn. Het is natuurlijk een leerling, want hij moet nog leren. Wat moet hij nog bijleren, vind je zelf? Nou, een pikeur blijft leren. Dat is niet afgelopen met de leeftijd. Je moet je altijd kunnen verbeteren. Je kan je altijd verbeteren. En dat zal hij ook nog steeds doen. Je bent nooit uitgeleerd als pikeur. Kan je hem hier houden, in Band? Nou, voorlopig wel, want hij krijgt natuurlijk enorm veel kansen hier bij ons. Er zijn 2 betere banen in Nederland als pikeur. Dat is of bij Paul Haaghoort in Zondega of bij Jeroen Engwerda in Biddinghuizen. Maar die zijn bezet. Dus ik denk dat hij voorlopig wel blijft. Ja. En wat kan hij hier bij jou nog bij leren? Wat ga je met hem doen? Nou, door veel te rijden wordt hij natuurlijk steeds beter. En hij krijgt hier super kans om goede paarden te rijden. Hij rijdt ook een van de derbyfavorieten van het jaar. En die staat bij ons op stal. Die hebben nog steeds niet gewonnen. Die derby inmiddels geloof ik 4 of 5 keer 2. Dus nou, hij is 19 jaar en het rust op zijn schouders om die koers te gaan winnen. En dat is wel zwaar. Ja, inderdaad. Want hij is 19 en dan al met zoveel druk omgaan. Ja, zeker. En zo jong als eerste zijn er maar 2 pikeurs eerder van zijn leeftijd die zo vroeg een derbyfavoriet hebben gereden. Ja, maar ik verwacht gewoon dat hij dat goed doet. Kan het op zo'n leeftijd ook nog misgaan? Dat ik denk van, potverdorie, er komt zoveel druk op me af, nu gaat het wel heel snel. Ja, tuurlijk. En het is natuurlijk de kunst om hier bij de schoenen te blijven staan en niet denken dat je het uitgevonden hebt. Hè? Want iedereen krijgt weer een dip dat het een tijdje niet wil. Dat is makkelijk zat. Wat kan jij daaraan doen om hem daar bovenop te helpen, daarmee te helpen? Ja, dat is dan als je maar weer gaat winnen, dan gaat dat weer goed. Zo is het. Als je een tijdje niks wint, dan krijg je gewoon crisis. Dat is met een voetballer ook zo. Dan denk je, ik ken het niet meer. En als je dan maar weer een paar leuke paarden rijdt, dat je makkelijk wint en dan komt het vertrouwen wel weer. Ja. Hoe mooi is het voor jou om toch als oudje, zeg maar, in deze sport daarmee om te gaan? Dat zulke jonkies dit echt goed doen. Nou, daar ben ik heel blij mee. Kijk, daar ben ik trots op. Kijk, Rick Ebbing heeft hier gewerkt. Die werd laatst wereldkampioen bij de pikeurs. Vind ik ook fantastisch. Ik heb een jongen die heeft hier gewerkt. Die doet het nog heel goed, trainer in Amerika. Ik heb Richard Westrink hier gehad. Die is nou een van de betere trainers in Frankrijk. En nou dit weer. Zijn broertje is hier geweest. Die werd Europees kampioen. Ja, daar ben je trots op. Tot zover Misha Brouwer uit Band. Nu even over Emmeloord. Daar wordt vandaag de 2e van 3 koersdagen gehouden. En Krabas vindt het leuk dat er dicht bij huis een wedstrijd wordt gehouden. Kijk, Emmeloord is enorm veel sfeer. Rijden doe ik zelf op Emmeloord niet. Waarom niet? Nou, ik ben niet fit genoeg meer. En je moet goed fit zijn om je paard te rijden. Als je niet 100% bent, moet je geen paard rijden. Want het paard verdient een fitte pikeur. En
voel me niet fit genoeg om in een koers te rijden. Wel fit genoeg om de hele dag te werken, dat is geen probleem. Maar niet om een koers te rijden. Maar Emmeloord is natuurlijk fantastisch. Enorm veel sfeer, veel mensen uit de regio. En als het regent kun je er ook nog goed onderdak staan. Ja. Vind je het niet jammer dat je niet zelf in actie kan komen op Emmeloord? Want dat is toch wel je thuisbaan. Ik bedoel, iedereen kent hier Bas Krebas, ja. Dus ze willen hem ook zien. Jawel, dat is wel zo. Maar ik heb tevreden mee. En als die jongens me heel veel koersen winnen die voor me rijden, is het ook best. Nu de tweede koersen in Emmeloord. Er zijn er 3 dit jaar weer. Verwacht je ooit nog eens een keer weer wat meer? Je hoopt het wel natuurlijk, want er zijn een aantal banen afgevallen. Maar ja, je moet altijd mijn sponsors vinden voor zo'n baan. Maar de omzet is goed. Dus ik hoop eigenlijk dat er 1 of 2 meetings bij komen. Zou ik leuk vinden. Vroeger waren er geloof ik 10 meetings op Emmeloord. Dus dat zou me helemaal passen. Ja, als laatste hoorde je dus Bas Krebas over het talent Misha Brouwer. Nou, uit de stallen van Krebas staan vanavond, straks vanaf 5 uur is dat, in Emmeloord, staan er voor hem 8 paarden aan de start van de draverijen daar aan de bosbaan in Emmeloord.